Schreeuwen, screamen voor onze laatste gast. Die is altijd op vrijdag onze laatste gast. Wij geven hem zelf al een behoorlijk applaus. Maar dat kan dus nu orkaansterk te worden. Mag ik het horen voor Pieter Dek? Ja, dankjewel. Nou ja, over schreeuwen gesproken. De lustpil is onderweg. De pil voor vrouwen. Hij is in de maak, een pil waardoor vrouwen zin in seks gaan krijgen. Ik weet niet of heel veel vrouwen op zitten te wachten. Maar ik denk ook dat niet de doelgroep is. Ik denk dat deze pil vooral aan mannen verkocht gaat worden. Ik zou in elk geval als vrouw vanaf nu altijd zorgen dat ik mijn eigen voedsel bereid. Maar wat ik het meest opvallende vond aan die pil was dat er testosteron in zit. En testosteron, dat is het stofje dat mannen macho maakt. Dat is het stofje dat ervoor zorgt dat mannen breed en gespierd worden en baardgroei krijgen. Zeg maar het stofje waar ik bij mijn geboorte door een tragisch toeval minder dan gemiddeld van heb meegekregen. Maar dat stofje zit in die pil ik weet gewoon niet of het een goed idee is om de andere helft van de wereldbevolking ook testosteron te geven. Ik ben heel bang dat we straks ineens vrouwen bij de Rabobank gaan zien die met de rente blijken te hebben geknoeid. Of dat er een vrouwelijke neuroloog in Twente hele rare diagnoses begint te stellen. Hè? Of dat vrouwen in Celtic en Ajax shirts elkaar op de Dam de hersens in gaan slaan. En testosteron zorgt er ook voor dat je een lagere stem krijgt en voor haar uitval. Dus als die pil een succes wordt, krijgen we straks hele agressieve, kale vrouwen met de stem van Ivo Opstelten die heel graag met je naar bed willen. Hey, ik ben Halina, dit is Chris. Ga maar vast lekker liggen. Ja, de hele beangstigende beeld. Ik weet niet of we meer testosteron nodig hebben, sowieso in de wereld. Ik was juist blij dat het net een beetje rustig begon te worden. Dat die Zwarte Piet discussie weer een beetje gekalmeerd is. Er is nog niet echt een oplossing. Tot nu toe zijn we op het punt dat hij zonder gouden oorringen komt. Hè. Dus hij ziet er niet meer uit als een slaaf. Nee, hij ziet eruit als een slaaf die we ook nog al zijn goud hebben afgepakt. Maar goed, het is een beginnetje. Maar de toon is in elk geval wat rustiger. Hè? En met Rusland, dat wordt nu ook allemaal vanavond glad gestreken. Willem-Alexander is op dit moment bezig om Vladimir Poetin onder tafel te drinken. Het enige dingetje waar ik nog een beetje zorgen over maak is Barack Obama. Want Barack Obama heeft nog niks over Nederland gezegd. Hij heeft alle grote wereldleiders afgeluisterd. Merkel, Hollande, zelfs de paus. En de grote vraag is nu, heeft hij ook Mark Rutte afgeluisterd? Horen we erbij? Het zou natuurlijk te gek zijn, maar het is afwachten, je weet het gewoon niet. En de vraag is ook een beetje, heeft het zin om Mark Rutte af te luisteren? Want hij zit nu deze week een jaar met dit kabinet. En bijna alles wat ze vorig jaar van plan waren, is inmiddels door al die akkoorden alweer een beetje veranderd. En het meest stellige wat hij dit jaar gezegd heeft, is dat hij niet zoveel met visie heeft. Dus het is een beetje de vraag wat er af te luisteren valt. Het schijnt wel dat Frans Timmermans naar Obama gebeld heeft. Mocht nou blijken dat jullie al die jaren Mark Rutte hebben afgeluisterd om te horen wat hij van plan is. Zouden jullie ons dat dan ook alsjeblieft willen vertellen? Goed weekend.